na 2,5 jaar de beugel te hebben. En een kakenoperatie tussendoor gaat hij er eindelijk uit. Ja. Oh mijn god. Ben je blij met je operatie? Maar goed, het is nu bijna 10:30 en 10:45 gaat hij eruit, dus ik ga zo meteen weg. Ik ben een beetje zenuwachtig, maar niet per se voor het eruit halen zelf. Maar meer omdat ik nu zo gewend ben dat ik een beugel heb, dat ik niet echt weet hoe het is zonder. Maar we gaan het zien. Let's go! Hey, I got a confession. Been losing all momentum. Ik ben iets te vroeg, dus ik moet even wachten. Ja? Ja. Oh ja, goed, leuk. Oké. Daar zijn we dan. Dit is het ding dat iets meer dan 2 jaar in mijn mond heeft gezeten. En nu is het gewoon eruit. En dit is het eindresultaat. Ik kijk ook even naar mezelf. Het is zo raar. Mijn tanden lijken zo groot of zo. Omdat natuurlijk eerst had er een beugel. En nu opeens is het van boom in je face. Ik lag daar ook zo eerst op die stoel. En toen kreeg ik die spiegel. En toen zag ik mijn tanden. En dacht ik, wow, yo, die zijn groot. Maar dat zal even wennen zijn. Gesproken over de ortho. Degene die mijn beugel eruit heeft gehaald was zo chill. Ik had ook gewoon gevraagd of ik mocht filmen daar. En dat was helemaal prima. Dus als je kijkt, want ze ging kijken. Dankjewel voor alle goede zorgen. Die ring die je hier zo ziet. Die zat op een van mijn kiezen. Toen ze die eraf ging halen, moest ze wel even trekken. Want ze soms niet allemaal even soepel afgingen. Maar voor de rest was het echt, ja, wel pijnloos. Wat ik wel nog merk, als ik nu bijvoorbeeld zo inadem, zo, dan voel je die lucht langs je tanden gaan. En dat voelt nog een beetje alsof je een koud ijsje, natuurlijk is een ijsje koud, een ijsje aan het eten bent. En mijn tandvlees is ook nog een beetje gevoelig, merk ik. Met de poetsen, als ik daar langs ga, dan voel je dat wel. I don't know, het is ook pas net dat hij eruit is natuurlijk. Volgende week moet ik weer terug om een nachtbeugel op te halen, die ik de eerste 6 weken wel dag en nacht in moet. Had nog ook heel veel, best wel wat vragen gekregen. Natuurlijk over de operatie en het beugeltraject. Dus ik wilde er nu een paar beantwoorden. En dan volgende week ook nog een paar. In deze video. Let's see. Claire vraagt, wanneer mag je beugel eruit? Dit beantwoordt je vraag, denk ik wel. Ik was dus 15 juni geopereerd. En wow. Is dat 15 februari mocht de beugel eruit. Ik had even zo van, is dat echt zo? 8 maanden daarna mocht hij eruit. Dat kan natuurlijk bij iedereen verschillen. Ik weet ook dat het ligt aan hoe goed je elastiekjes draagt. Bla 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 bla. Dus kids, draag je elastiekjes. Deze gebruikersnaam ga ik even niet voorlezen. Nee, grapje, anus. Moest je ook naar school? In mijn geval werd ik dus geopereerd sowieso in juni. Toen had ik geen school. Na 3 weken ongeveer langzaam ben ik het werk gaan opbouwen. Maar nee, geen school gelukkig. Want ja, mijn hoofd was, zoals je in deze video hebt kunnen zien, best wel dik toen nog. Hoe lang duurde de operatie? Nou, de operatie duurde ongeveer 2 uur. Angelina vraagt of ik veel ben afgevallen. Zoals jullie in de eerste video hebben kunnen zien, woog ik voor de operatie ongeveer 68 kilo. En na de operatie woog ik op een gegeven moment 64 kilo. Dus ik ben 4 kilo afgevallen. Alright, dit waren even een aantal vragen. Ik ga in deze video, maar voor mij volgende week, naar de ortho terug om mijn nachtbeugel op te halen. En dan zie ik jullie dan weer als ik die heb gekregen. Ik ben terug van de ortho en zoals je misschien kan horen is mijn stem heel anders. Kijk. Ik heb een soort van beugel gekregen die over mijn gehemelte zit. Moet dit ding dus 6... Sorry, dit is echt goor. Ik moet dit ding 6 weken lang gewoon inhouden, dag en nacht. Misschien denk je, wat de fuck stel je nu aan? Ik met de hockeybitjes zat ik ook dit af en toe en zo. En ik ga hem even uitdoen, dan kunnen jullie zien hoe je eruit ziet. Maar goed, de 6 weken eventjes afzien en hopelijk daarna op een gegeven moment zal ik denk ik hier wel gewoon aan gaan wennen. Nou, ik ga hem er even in doen, want hij moet dus eigenlijk de hele tijd op, in, whatever. En dat moet je ook aan de hand van de achterste dingen doen. Want die voorste, even kijken, deze, mag je eigenlijk niet echt mee dingen doen, want dan gaat hij stuk of zo. Die zit er weer in. Oh. Als ik dit in de video doe, ben ik wel echt gek. Maar het is wel de truth. Oh ja, wacht. Ik heb nog wel iets gekregen trouwens. Ik heb nog wel iets gekregen bij de ortho. Namelijk ASMR. Eerst meer zo, denk ik. Oeh.
niet laten vallen nu. Zo. Het is wel heel overdreven. Dan hebben ze hem nu naar voren gehaald en staat hij weer zo. Dus ze pasten altijd wel op elkaar. Dus nou, na al die jaren beugelen heb je in ieder geval nog leuke aandenkers. Als het goed is krijg je mee. Oké, we gaan nog even een aantal vragen beantwoorden met de beugel in. Om meteen even te oefenen met praten. Aki vraagt, hoeveel kost het om de operatie te doen, de kaakoperatie? Nadat de ortho het verzoek had ingediend, heeft de verzekering het voor mij volledig vergoed. Naast je eigen risico, dus dat is iets van 380 of zo per jaar, betaal ik dan ervoor. Ik weet alleen niet hoeveel de operatie kost. Sorry, dat zul je echt moeten vragen aan de chirurg. Aladdin's Flute vraagt, ik heb een vraag over de tintelingen en geen gevoel hebben in je kin onderlip. Ging het helemaal weg bij jou? Zo ja, hoe lang duurde het? Ja, goede vraag. Eerste 4 tot 6 weken na de operatie sowieso dat men hier nog raar voelde. En onder lip zelfs. Maar dat is daarna best wel snel weg. Dus ik weet nog dat ik in september weer bij de chirurg. En toen vroeg hij ook, hoe is het gevoel, heb je dat weer helemaal terug? En ik zei toen, ja, dat heb ik al een tijdje helemaal terug. En toen zei hij ook van, oh oké, ja. Het zou niet raar zijn als je daarmee zeggen, nu nog steeds niet helemaal je gevoel terug had. En dat was dan juni, juli, augustus, september, 3 maanden daarna. Nu vraagt zeker dus, ben je blij met je operatie? Ik heb veel vragen ook gekregen. Bedankt voor die vraag, vind ik super leuk. Ook via Insta van, ja, ben je er blij mee? Of heb je er spijt van? Ik ben er zelf echt ontzettend blij mee. Dat ik ook al vaak heb gezegd, maar ik wil het nog even herhalen. In mijn geval ben ik af van het, de knoepen als ik kou. Kaakproblemen überhaupt. Ik heb ook gewoon weer een kaaklijn gekregen. I mean, wie kan daar niet blij mee zijn? En mijn tanden staan gewoon mooi recht weer. Ik zal ook een aantal beelden laten zien van mijn hoofd ervoor. Voor nu zou ik jullie vragen, als je niet geabonneerd bent, om te abonneren. Het zou super tof zijn als we binnenkort de 1000 abonnees kunnen behalen. En dan zie ik jou volgende week weer.